investeert GoWest in het Medialab? Omdat wij ervan overtuigd zijn dat onze maatschappelijke rol breder is dan enkel jongeren van 18 tot 22 jaar opleiden. We denken dat we een veel belangrijkere rol kunnen spelen voor de maatschappij en uiteraard ook voor de uitstraling van Kortrijk, Zuid-West-Vlaanderen en West-Vlaanderen in het bijzonder. Wij hebben hier ook een beetje studentenstad en willen dat ook op die manier aantonen. Goedenavond, je luistert naar Quindo. Straffe radio voor Jong Kortrijk. How far will we go? And what will we do? What will we do? It's been a long time. What you been up to? I've been chillin', working through some issues. Enough with that, I really wanna say I miss you. I haven't seen you since... Maar wij moeten echt de mensen die het geld hebben in Vlaanderen overtuigen van te investeren in de jeugd. Want men is de hele tijd bezig nu van besparen. En dat is heel goed, hè? Besparen op zich. Maar dat brengt u nergens. Je moet investeren. En dus dat wil zeggen dat je het geld moet doen rollen, laten rollen. En dat je dat geld moet steken onder meer jonge generaties, dat is de toekomst. Like the friend of them did a few things in the Netherlands and Belgium. Yes, still hustling till the very end. Let's get a drink or two, toast to my old friend. For the first time, just me and you. Waarom stappen jullie mee in het project? Voor Muziekcentrum Track is het inhoudelijk een meerwaarde, omdat we tot nu toe vooral over muziek eigenlijk workshops, infosessies en zo opzetten. En dat we nu de inhoud kunnen verbreden naar eerder radiogelinkte multimedia, audio, video bewerken en zo. Dat is een hele nieuwe inhoud dat we kunnen toevoegen aan het aanbod dat we nu al ontwikkelen samen met de Kreun. Een nieuwe radiozender in uw stad. U bent vast tevreden als Schepen van Cultuur? Ja, ik ben zeer tevreden om twee redenen. Het is een nieuwe radiozender, maar het is, of drie eigenlijk, een digitale radiozender. En vooral, hij wordt gemaakt door jonge mensen met veel ambitie. Burgemeester Stefan de Klerk, ik zie een blije en een beetje een fiere burgemeester voor mij. Hè? Ja, ik vind jonge mensen die iets nieuws starten, het onderwijs, de stad, het cultureel centrum, iets uniek. Kortrijk wil een stad zijn van vernieuwing, van verandering, van creatie. Dit is het bij uitstek. Dus ik feliciteer iedereen oprecht, want dit is een schitterende realisatie. Je vraagt natuurlijk altijd naar meer. Hè. Dit is nu starten, maar dat wil zeggen dat er zoveel talent hier is. En cultureel, ook mediatalent, ook technisch talent. En dus eenmaal men vertrokken is om zo'n product neer te zetten, ja, dan denk ik dat op de hele markt van social media, van cultuur en van veel andere activiteiten daar nog veel dingen kunnen opvolgen. Dus dit is niet het eindpunt, dit is pas het begin.